Elektrische fietsen hebben een stoffig imago, zeker bij veel jongeren. Maar de Eindhovense wethouder van sport, Bianca van Kaathoven, heeft vrijdag met de eerstejaarsleerlingen van het Helicon in Eindhoven elektrische fietsen getest. Hoe mooi is het dat er hier op deze school aandacht wordt gegeven aan fietsen en elektrisch fietsen. Zeker ook voor kinderen die wat verder weg wonen, hè, dat ze toch op de fiets naar school gaan. Ja, wij merken absoluut dat vroeger was het echt mijn opa en oma fietsen erop. Maar wij merken tegenwoordig wel echt dat er steeds meer jeugd ook voor de elektrische fiets kiest. De Helicon School is een streekschool en leerlingen moeten vaak wel een aantal kilometer fietsen. Zo kan een e-bike een goede uitkomst zijn in plaats van een vervuilende scooter. De leerlingen en de wethouder konden ervaren hoe het is om op een e-bike te fietsen. Geweldig, het is echt heel. Hij drijft lekker aan. Dus je moet alleen heel erg goed opletten dat je rustig aan begint. Dus niet in stand 9, want anders dan gaat hij veel te snel. Maar het is heel lekker. Je hebt geen tegenwind en hij fietst soms automatisch. Heel fijn. Ja, hij trekt je eigenlijk gewoon naar voren en hij gaat heel hard. Nou, ik vond hem echt heel erg hard gaan eigenlijk. Want je kan tot en met 9 gaan. En bij 3 dacht ik al, nou, dit is voor nu even goed. De elektrische fietsen zijn een onderdeel van een groter project, de Milieuweek. De hele week krijgen de leerlingen van De Groene les over duurzaamheid en wat ze hier zelf aan kunnen bijdragen. Ze zijn op een biologische boerderij geweest en hebben afval geraapt. De leerlingen waren de eerste dag heel erg verbaasd over veel dingen, omdat ze eigenlijk gewoon niet echt erover nadenken. En nu worden ze steeds enthousiaster omdat ze toch ook wel zien dat ze zelf ook veel dingen kunnen doen om het milieu beter te maken. En dat zelf doen, dat spreekt ze heel erg aan. Nou, eerst heb ik er ook wel aan gedacht, maar nu denk je er anders aan omdat je er meer van weet. Positiever, want je kunt zien hoe je veel met de wereld kan doen. De school is de eerste eco-school in Brabant. Het hele jaar door zijn ze eigenlijk met duurzaamheid bezig. En ook in de toekomst is dit belangrijk. We blijven een school die heel erg veel aandacht besteedt aan het milieu. En een school die ook heel veel kijkt naar de buitenwereld en de toekomst van een kind. En niet alleen maar naar alleen het nu.